Er zijn nog maar weinig dingen waar ik zo kinderlijk enthousiast van kan worden als nieuwe Apple hardware. En vandaag is zeker zo'n dag, want ik heb hier naast me staan de nieuwe 24-inch iMac. En het bijzondere aan deze iMac is natuurlijk dat hij een compleet nieuw redesign heeft. Maar dit is de eerste iMac met Apple's eigen M1-chip. En ik kan niet wachten om hem uit te pakken. Dat is dan ook precies wat we op dit moment gaan doen. Dit is puur en alleen een unboxing. Later deze week, misschien iets later in de maand, want ik moet er natuurlijk genoeg uren nog mee doorbrengen. Kan je een review verwachten van me? Maar ja, laten we niet langer wachten. Waarom heb ik een iMac gekozen? Dat moet ik denk ik heel even toelichten, want ik heb natuurlijk een goede gaming PC met een Ryzen 7 3700X en een RTX 3080 erin. Dus dat zou natuurlijk krachtig genoeg moeten zijn voor alle dingen die ik zou willen doen met een computer. Maar ik heb die in mijn streaming studio staan. Dat is een donker hok, specifiek ook donker gemaakt, zodat ik er lekker op kan gamen, voor goede immersie heb, geen last van zonlicht en om te streamen natuurlijk. Maar ik had ook gewoon even een werkcomputer nodig, een computer die ik dedicated heb voor werk. En deze komt dan ook waarschijnlijk in de woonkamer te staan. Of misschien in de slaapkamer, moet ik heel even kijken. Het zijn in ieder geval beide ruimtes met veel natuurlijk zonlicht. En dat is wel belangrijk als je productief wil blijven. Ik ga hem nu proberen open te maken. Als het goed is, hebben we geen mesjes nodig of wat dan ook. En hier komt hij. Ik probeer zo voorzichtig te zijn. Oh ja, ja, ja. Dit ding ziet er zo belachelijk mooi uit. Ongelooflijk. 24 inch ook. Ik had natuurlijk, er komen grotere versies, dat weet je nu al. Er gaat de 27 inch versie gaat er komen. Die wordt misschien later dit jaar nog tijdens WWDC aangekondigd. Die ga ik ook zeker streamen. Dus mocht je dat willen zien en geïnteresseerd zijn in mijn commentaar, check dan twitch.tv/coachgk, hou dat in de gaten, volg mijn kanaal en dan gaan we daar ook het nieuwe Apple event streamen. Er zitten aardig wat kabeltjes in de doos. Het vette aan deze kabeltjes is dat ze allemaal color match zijn. Nou, dat is in het geval van deze zilveren en witte iMac niet zo heel bijzonder, want ja, bijna alle Apple producten zijn altijd wit. Maar het zijn ook braided cables. En dat is echt zoveel malen beter dan de standaard kabels die Apple erbij levert. Als je zelf een iPhone hebt gehad, dan weet je zelf wel hoe lelijk een kabel eruit gaat zien na een paar maanden gebruik. Powerbrick. Er zit dus een losse powerbrick erbij. En het toffe aan deze powerbrick is dat hij ook een Ethernet-poort heeft. En aan deze Ethernet-poort, dus een gigabit Ethernet-poort. Het zorgt gewoon voor dat je minder kabels los hebt hangen aan je Mac. En het is ook nog eens een MagSafe kabel. Dat wil zeggen dat hij magnetisch zich verbindt met de iMac. En mocht iemand er tegenaan lopen of tegenaan schoppen, dan zou die in theorie los moeten laten, waardoor niet je complete iMac op de grond valt. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Ik probeer de doos even dicht te krijgen. En dan gaan we door naar de iMac. Pak hem heel even erbij. Wat dit is hem, jongens. 24 inch, wat ik zei. Omdat hij dus in de woonkamer komt te staan of in de slaapkamer, dacht ik van 24 inch, dat is echt groot genoeg. Dan wordt het niet gelijk zo'n bakbeest die heel veel ruimte inneemt. En dit is ook, eigenlijk moet je deze het meest vergelijken met de 21 inch iMac. Ik denk dat die qua formaat ongeveer even groot is. Maar door de ontzettend dunne bezels natuurlijk, ja, veel meer schermoppervlak heeft. Dus in plaats van een 21 inch scherm heb je hier een 23,5 inch scherm. Dus een stukje groter. En zeker met de resolutie die je daarbij kan kijken. Het is een resolutie van 4,5K. Heb je meer dan genoeg werkruimte om eigenlijk al je dingetjes daarop te kunnen doen. Wat is dit voor een computer? Voor wie is deze computer? Ik denk persoonlijk dat dit de perfecte huistuin- en keukencomputer is voor iedereen die een beetje wil browsen, een beetje wil mailen, documentjes opmaken, noem het allemaal maar op. Voor de lol, wat video's in elkaar wil plakken met Adobe Premiere of Photoshop, wat dingetjes wil doen.
Het is absoluut geen powerhouse, maar hij kan die jobs allemaal makkelijk aan. Als je bijvoorbeeld heel even gaat vergelijken met video editen, deze iMac kan gewoon 3 videostreams aan van 4K zonder dat hij überhaupt begint te stotteren of wat dan ook. Dat weten we natuurlijk ook van de iPad Pro. Die heb ik nu al een tijdje. Dit is de 2018 iPad Pro. Die is dus al een tijdje in gebruik. 3 jaar oud. En hij is nog steeds zo snel als dag 1 dat ik hem heb gekocht. En zeker ook als ik 4K video's edit. Want die chip die hierin zit is de spirituele voorloper van deze. Merk je gewoon dat het een insane chip is. En als je de reviews al hebt gezien over de M1 Mac chip. Dan weet je dat het echt een belachelijk vet ding is. Even kijken hoe we deze los moeten gaan trekken. Er staan wat pijltjes links en rechts. Welke kant ik op moet trekken. Dit is de achterkant. So satisfying, man. Ja, hij komt dus op een stand. De stand is niet in hoogte verstelbaar. Hij heeft plastic voetjes, dus je kan hem makkelijk snel draaien. Op de achterkant 4 USB-poorten, waarvan er 2 Thunderbolt 3 zijn. Dat zijn USB 4 poorten met Thunderbolt 3 ondersteuning en 2 normale USB-C poorten. Ja, dan tijd voor... nog niet tijd voor mijn Man Supreme. Even deze nog. Eraf. Zit er, als het goed is, correct me if I'm wrong, zitten hier 6 speakers in. En die hebben alle Dolby Atmos ondersteuning. Waardoor je zeker bij het kijken van films en ook muziek, want Apple Music gaat vanaf juni Dolby Atmos ondersteunen. Heb je gewoon ruimtelijk geluid. En ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken, want het is natuurlijk een belachelijk dun apparaat. Maar als we kijken naar de MacBooks en de iPad Pro's, dan weten we dat Apple vrij bijzondere dingen kan doen in zo'n kleine behuizing. Ja, daar komt ie, jongens. De sticker peel. En dit is hem hoor. Dit is mijn nieuwe werk-PC. Ik zet hem heel even zo ervoor dat je kan zien hoe dun die is. Marcus Brownlee hield al zijn Apple Watch ernaast. En zijn Apple Watch was gewoon dikker dan dit scherm. De computer zit volledig hieronder in de chin. Voor de rest is het eigenlijk alleen maar scherm. Eindelijk een keertje een goede webcam. En het ding hiermee is natuurlijk wel, het zijn witte bezels. Dat zal niet voor iedereen even tof zijn. Ik ben echt een oud iMac gebruiker. Dus ik ben dat inmiddels wel gewend. En ik vind het eigenlijk stiekem ook wel mooi. Maar de meeste professionals die willen toch wel echt zwarte bezels hebben. Dat zorgt ook over het algemeen voor een wat dieper contrast. We gaan zien hoe dat in dit geval gaat zijn. Maar over het algemeen levert Apple toch wel echt hele goede schermen. Wat ik al zei, het is een 4,5K IPS paneel. Met een helderheid van 500 nits. Dus dat is behoorlijk helder voor zo'n type monitor. En om heel eerlijk te zijn, ik zweer het je, voor de kwaliteit die Apple levert in dit soort monitoren, kan je bijna niet een losse monitor kopen. Dan zit je bijna al tegen dezelfde prijs aan. Nou, en hier zit er natuurlijk een iMac aan. Zonde blijft wel altijd, je kan deze niet meer draaien in target display mode, zoals er bij die oude Macs wel kon. En er zit natuurlijk ook geen HDMI-aansluiting op. Dus dat wil zeggen dat je niet een ander apparaat erop kan aansluiten en daarmee het scherm kan gebruiken. De Magic Mouse 2. Niet een heel erg grote fan van. Ik denk dat ik deze zo snel mogelijk ga vervangen met de MX Master. Voor nu zou hij het heel even moeten doen voor me. Oplaadpoort zit nog steeds aan de onderkant. Ik begrijp niet wat Apple hier dacht. Maar oké, het zal allemaal wel. En het nieuwe toetsenbord. Het toetsenbord is wel belangrijk om erbij te vermelden. Het zijn niet die butterfly switches die iedereen haat. Het zijn switches met wat meer travel. Ze voelen goed. En het toffe hieraan is, ik heb een model met de Touch ID hier rechts aan de bovenkant. Het goedkopere model, het instapmodel van 1449, die heeft dat niet. En een ander ding wat hij ook niet heeft, is het feit dat hij 2 USB-poorten minder heeft en 1 grafische core minder. Dit is de 8-core CPU en GPU versie. En de goedkopere versie heeft 1 GPU-core minder, als ik het goed heb. Ja, dit was de
unboxing van de nieuwe iMac. Wat ik al zei, ik ga ermee aan de slag. Ik kan niet wachten om te zien hoe het werkt op een M1 Mac. Dat heb ik nog niet meegemaakt zelf. Niet eigenhandig in elk geval. Ik hoorde alleen maar goede verhalen over. Maar voordat ik deze video ga afsluiten, wil ik er nog even één ding bij pakken. Momentje. En dat is dit ding. Ik wil hem toch heel even showen. Dit is mijn allereerste iMac. Dit is een iMac uit 2006. Ik denk dat het één van de eerste Intel Macs is wat dat betreft. Een Intel Core Duo zit hierin. Dit is een 17-inch iMac. En check heel even hoe die eruit ziet. Vrijwel identiek aan de voorkant vergeleken met de nieuwe Mac. Draai hem om. Dan zie je hem ook van de zijkant. En dan zie je dat hij een stukje dikker is. Maar voor die tijd nog steeds ongelooflijk dun. En ik vind het nog steeds een mooi apparaat. Ik ga hem even uit de doos halen. 17 inch dus. Disk drive zit hier nog in. Volgens mij was dit ook het type iMac. Oh nee. Dat is die daarvoor. iMac was een van de eerste apparaten die de floppy disk ditchte. En dat vonden veel mensen niet cool. Apple zou dat courage noemen. Andere mensen zouden dat gewoon irritant vinden. Voor beide valt wel wat te zeggen. Oh, dat komt ie hoor. Ik blijf dit zo'n machtig mooi apparaat vinden, jongens. Even een stroomkabel eruit. Pak ik zo even de nieuwe iMac nog erbij. Kijk, en dit is de oude. Camera, ook bovenin, grote chin, witte bezels. En dan draai ik hem hier even opzij. Dan zie je dat hij toch een stukje dikker is. Maar wat een prachtig apparaat is dit. Met een Firewire zit er nog in, een Firewire aansluiting. Het hele ding is plastic. Behalve de voet, dat is aluminium. En dit was echt in de tijd dat echt letterlijk alles van Apple wit was. Alles was wit, alles moest wit zijn. Behalve de Mac Pro's, die waren van aluminium. Even kijken, headphone jack, optical out. 3 USB poorten, 2 Firewire poorten. Een Ethernet aansluiting en een DisplayPort aansluiting. Pak nog heel even de nieuwe Mac erbij. Momentje. Hij weegt ook helemaal niks, moet ik zeggen. Volgens mij was het 5,5 kilo of zo in totaal. Deze is een stuk zwaarder in ieder geval. Ik zal ze eens draaien. Wat een insane verschil is dit. Maar de footprint valt wel mee. De nieuwe iMac is een stukje hoger. Maar voor de rest zit er weinig grote verschil in, moet ik zeggen. Dit was de unboxing met een kleine bonus unboxing van de 2006 Intel Core Duo iMac. Ik ga hiermee de komende dagen, weken mee aan de slag. En wanneer ik mijn oordeel klaar heb, zal ik een review opnemen en dan gaan we uitgebreid in op wat deze nieuwe iMac doet, voor wie het is, wat de performance is en of je hem moet kopen, ja of nee. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao.